Guido, wat is dit? Wat doe jij hier nog? Ik moet gimmen. Gimmen? School is al lang uit. Ga lekker naar huis, jongen. Ik kan niet naar huis zonder peuken. Mama rookt toch? Oké, dus? Mijn moeder wil niet meer werken. Ik ben de enige die ze nog heeft. En ze wordt heel snel boos als ze geen peuken kan roken. Dus? Ik moet gimmen voor peuken voor mama. Hè? Ja, anders mag ik niet naar huis. Even wachten. Wat zeg je nou allemaal? Ik begrijp je niet. Jij moet gimmen? Ja. Voor peuken? Sigaretten? Ja, voor mama. Mama rookt toch? Ja, maar hoezo moet jij dan gimmen? Voor peuken, voor mama. Hoe krijg je nou peuken van gimmen? Het moet gewoon snoeihard werken. Sorry, jongen. Ik begrijp het gewoon helemaal niet. Jij wil dat hij heel veel sport. Hij moet gewoon gymmen. Maar hij gymt toch al 2 keer per week, mevrouw? Ja, maar dat is niet genoeg. Hoezo niet genoeg? Nee, voor mijn peuken niet. Ik rook 2 pak per dag, jong. En hoezo moet hij dan... Sorry, maar ik krijg die 2 dingen gewoon niet bij elkaar. Wat heeft gymmen er nou precies mee te maken dan? Ja, gewoon, ik rook, oké? Ja? Hij moet gewoon gymmen. Lieve schat, leg maar nou alsjeblieft eens uit hoe je dit voor je ziet. Want die jongen, die gymt toch ja, al? Ja, maar wat moet ik dan doen? Om geld te verdienen? Ja, ja, voor mijn peukenpakketten. Ja, niet Guido laten gimmen. Niet? Nee, joh. Oh, God. Oh, God, je zou me een hele domme trut vinden. Oh. Nee. Ik vind je helemaal geen domme trut. Maar je kan Guido toch niet opzadelen met je verslaving? That's uncalled for. Hey, je hebt een geweldige zoon die zielsveel van je houdt. Het doet blijkbaar alles voor je. En je hebt een prachtig huis. Och man, het is hier 1 zootje. Het is hier 1 grote asbak. Wil je dat ik ga? Ja. Oké. En nee. Maar nu... Nee. Leraar Mark kan goed gym geven. En leraar Mark heeft een rocksteady inkomen. En leraar Mark heeft een rocksteady inkomen. Leraar Mark heeft een rocksteady inkomen.